En dan komt deze weer langs. Dus als ik een kleur krijg die ik niet gewend ben, pak ik echt altijd de verkeerde kleur. Dat is echt heel vervelend, maar je wil gewoon als tweede ook winnen. Ik ben denk ik echt, zonder te overdrijven, minimaal 50 keer. Goedemorgen, het is dinsdag. We hebben een beetje een rotnacht gehad. Zij was heel onrustig. Maar die is nu heel vrolijk aan het aankleden en gaan doen. Maar dat is altijd. Zij heeft een rotnacht. Zij houdt mij wakker ervan. Zij komt vrolijk uit het bed en ik ben kapot gesloopt en alles. Ja, mom life dan maar. Ik moet snel wat aan het huis doen, want gisteren eigenlijk ook niet heel veel meer gedaan. Zit hier achter. Er staat allemaal vaat op het aanrecht en zo. Omdat de vaatwas nog vol staat, die is wel verdraaid dan. Dus ja, daar word ik een beetje kriegelig van. Ik ga eerst even die vaatwas doen en zo. En misschien eerst even stofzuigen en daarna even douchen. Dan voel ik me ook altijd wat meer levend weer. Eindelijk gedoucht en aangekleed, heeft het langer geduurd. Mijn haar is nog nat. Ik heb vandaag deze top aan van Neo Noir, Brooke Levis en die Nike sneaker wedges. Sarah heeft haar super trash jurkje aan, die ze de Mimo jurkje noemt. Het valt wel mee. Het valt wel mee, Sarah staat met de pesten. Je hebt wel een troep gemaakt weer. Echt, elke keer ben ik alles aan het opruimen en dan komt deze weer langs. En die trekt alles weer overhoop. Echt, soms mom life. Nee, we gaan maar lekker spelen. Mag wel. Net moest alleen de vloer leeg toen ik ging stofzuigen. Want anders kan ik niet stofzuigen. Zo leuk, ze is helemaal blij. Normaal heeft zij de afspraak en ga ik een bakje doen met mijn moeder. Maar ze zou eigenlijk deze dagen gaan logeren. Maar dat ging natuurlijk niet door. Dus nu komen oma en oma haar op visite. Ze is helemaal in de zevende hemel, zo schattig. Hallo! Oh, even laten gaan. Jij wil in plaats van 2 keer 7 keer gewonnen hebben. Ja. Dat is wel heel veel. Dat is echt heel veel. Zoveel stukjes heb je niet in het spel. Ze zijn weer naar huis. Ze hebben heel gezellig gespeeld. En nu gaan Sarah en ik een potje mensen erg in doen. Jij zeker paars en ik rood. Krijg ik paars? Wauw. Dat ben ik niet gewend. En jij rood? Normaal vechten Sarah en ik als een paars. Maar ik ben zo gewend spelletjes te spelen. En vaak met bepaalde kleuren. Dus als ik een kleur krijg die ik niet gewend ben, pak ik echt altijd de verkeerde kleur. Dat is echt heel vervelend. Maar het gaat zo uit gewoonte dat ik het ook echt niet expres doe. Okay. Eerst even rollen die 1. Nou, of ik moet ook 1 rollen. Of ik mag beginnen. Nu is het wie het eerste 6 rolt, hè? Ik heb een 6. Je hebt gelijk 6. 4. 1. Dat had ik vorige keer, hè? Toen had jij ook keer dat je nog niet kon. Ja, dat is een 6. Dan moet je nog geen 4 rollen, want dan gooi je jezelf eraf. 1. Nou, dat is mooi. 3. Ik schrijf het bord even naar de andere hand om te rollen. 3. Ja. Anders gooi ik mezelf af. Oh, ik heb gewonnen. Alleen, het was wel echt sneu. Ik had ook wel echt heel veel geluk dat ik elke keer echt rolde. Hè? Ik rolde elke keer wat ik nodig had, hè? Ja. Dan moest ik 1 binnen laten komen en dan had ik 2 nodig en dan rolde ik 2. Of dan was er eentje thuis gekomen en dan rolde ik gelijk daarna 6. Of ze waren op het bord. Ze had iets meer pech met rollen. Deze nu aan het proberen thuis te laten komen, Martin. Ja. Je wil gewoon als tweede ook winnen. Oké, we gaan een rematch doen. Nee, nu. Mama, nu wil jij paars, zeker? Ja, is goed. Dan. Nee, deze keer ben jij. Mag ik een andere? Nee, ik wil rood zijn. Kijk, dat kan zo, prima. Ik ben rood dan. Mama, ik heb een heel leuk idee. Als zij was verdrietig, kijk hoe ik sta. Ik gooi nu de eerste 6 en ik heb er al 1 thuis en 4 op het bord. Maar je weet het nooit, hè? Het spel kan helemaal omslaan. Nee, dit heeft ze net gedaan. Maar ondanks dat ik heel goed ging in het begin en jij heel slecht,
Zat je aardig in de buurt aan het einde, hè? Ja. Ja. Dus, oké. We hebben 2 potjes gespeeld, dus we gaan lekker opruimen. Ik kan zo al gaan koken. Wat eten we ook weer? Je wist al het vlees. Ik weet het echt niet meer. Het zit in een zakje, het vlees, vandaag. Ik weet het niet. Stamppot met... Stamppot met wat? Stamppot met tuinbonen. Dat bestaat niet. Nou, dat kan prima hoor. Gewoon aardappelen en bonen en stampen maar. Weet je het alweer? Nee. Nee? Weet ik het wel alleen. Jij vindt het denk ik niet meer zo lekker om het te onthouden. Nee, mama, alsjeblieft. Stamppot aan Davy. En laat een grapje trouwens. Je wist het wel, dat weet ik. Vindt ze langzaam gaan in de keuken. Want ja, het kookt en het spet moet ik af en toe omdraaien, dat zit. Ik heb me besloten dat we ondertussen even mijn ramen gaan doen. En met die doeken van OCD is dat heel makkelijk. Zij is de bak aan het halen. Maar die is nu met een meisje uit de straat bezig om alle bakken van alle buren in de straat bij hun huis te zetten. In ieder geval alle bakken waarvan het huisnummer erop staat. Dus dat ze weten welke naar welke moet. Oh, ik had me van de week gebrand. En dat was op zich goed. En toen ging Sarah gisteren hier erlangs. En het is ook lichter daar. Toen trok ze dat bovenste velletje eraf. En dat stukje doet me zo pijn als ik ergens langs kom. Echt niet tof. Wij hebben vandaag weer lekker stamppot. En in stamppot moet je... Andijvie. Ja, maar dat zien ze wel. En we hebben lekker rookworst. Maar die moet ik verdelen. En Marco is weer later. Je doet hem door de helft, mama. Nou, en je vader, als die straks thuis komt, niet. Die mag gewoon niet meer eten. Nou, die krijgt geen worst. Nou, jij bent erg. En toen kwamen al mijn boodschappen binnen. Het is zwaar. En het is echt wel veel. Zo. Oh. Ik stond het al voor de deur uit de kar te trekken, dat ik echt dacht, zo'n stoof. Leg je in een tas, Ivo, kreeg hem wel omhoog, maar omdat ik niet verwachtte dat hij zo zwaar zou zijn. Gisteren stik ik hem er even in en toen til je iets op en dan gaat het niet van de grond af, omdat ik niet verwacht dat het dus zo zwaar is. Ik ben denk ik echt, zonder te overdrijven, minimaal 50 keer... naar boven geweest vanavond. Omdat Sarah niet kon slapen en zichzelf in de weg zit. Noem maar op. Het is nu voor het eerst. Het is al begin van de nacht. 10 minuten stil. Dus ik ben bezig op te ruimen. Vaatwassen aan te zetten en ook naar mijn bed te gaan. Want ik ben er echt wel moe van. Alleen ja, elke keer als ik dit probeerde, dan riep Sarah weer. En papa, dat doet het hem niet als zo is. Dus ik moet het zijn. Want anders roept ze binnen 1 minuut gewoon weer. Dan zegt ze dat het goed is, maar dan is het niet zo. Oh, ik hoop echt dat ze nu slaapt. En blijft slapen. Maar morgen moet ik ook gewoon weer normaal eruit. En zij valt tussendoor elke keer een beetje geslapen. Maar ja, ik nog helemaal niets. Dus. En de afgelopen nacht heb ik ook al niet heel veel geslapen. Dus ik ben er wel aan toe. Dus ik wil snel de vlog afsluiten. Heel snel mijn bedje ingaan. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!